Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS, gaat samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, werken aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in Suriname. Hiervoor hebben de instituten een project Makandra geschreven, welke nu wordt uitgevoerd. Jennifer Josefsson Wachter, onderdirecteur, districtsbestuur en decentralisatie, zei vandaag bij de start van de eerste training burgerparticipatie in het Royal Breeze Hotel dat dit project onderdeel is van het Makandra-programma tussen Nederland en Suriname. Het is een trainde trainersproject dat zich ook focust op versterking van de capaciteit in de districten. Dit is de eerste reeks van 4 trainingen. De afdelingen DFP, MGD, BBR zullen ook getraind worden. Het gaat allemaal om het trainde trainers. Dus dat wil zeggen dat de mensen, de participanten die hier aanwezig zijn, hebben dan de taak om hun collega's te trainen, ze bij te brengen wat ze allemaal hebben geleerd tijdens deze 2-daagse training. Dit project past helemaal in het beleid van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Wij streven ernaar om de districten te versterken en om verdere decentralisatie gestalte te geven. Marciano Johns, vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, herinnerde eraan dat lokale overheden voor inwoners vaak het eerste contactpunt zijn van alle lagen van bestuur. Gezien lokale overheden zo dicht bij de bevolking staan, vindt hij het een enorme winst dat Suriname stappen zet in versterking van hun lokale overheden. Dat is dan ook waar dit project aan zal bijdragen. Dit doen we niet alleen met VNG, niet alleen met het ministerie Regionale Ontwikkeling en Sport, maar dat doen we Anga Makandra, met elkaar. Het project bestaat uit meerdere componenten. Met name de ondersteuning van het Instituut voor Bestuursambtenaren, IBAS. De coaching van districten op het gebied van burgerparticipatie. Er zal ook een studiebezoek georganiseerd worden ten behoeve van kennisuitwisseling. En uiteraard zijn er verschillende trainingsmodules die we nu hebben opgericht met z'n allen. Dat zijn trainingsmodules op verschillende thema's. Dus onder andere financiën, motiverend leiderschap en teammanagement, conflictresolutie en mediatie en tenslotte burgerparticipatie. De training van vandaag is verzorgd door een vertegenwoordiger van VNG aan tenminste 1 persoon van elk district die de informatie verder zal moeten delen met collega's.